Welkom beste kijkers bij de aflevering van vandaag over Jarh wa Ta'dil. Oftewel de Soenitische term die wordt gebruikt om te weten of een sened over leveraarsketting klopt. En bij de Jarh wa Ta'dil van Ahl Sunnah zijn er eigenlijk 6 stappen. We hebben het ingedeeld in 6 stappen die uiteindelijk uitleggen of een overleveraarsketting klopt of niet. We zullen naar een paar regels kijken die netjes zijn als wij daar gebruik van maken. Als voorbeeld dat wij accepteren van overleveraars. Accepteren van overleveraars waarin er wordt geaccepteerd door geleerden en weigeren wat wordt geweigerd door geleerden. Daarnaast is het een advies, Jarh wa Ta'dil. Het kan later worden veranderd als men meer kennis heeft over een zaak of een persoon. En een grote fout die wordt gemaakt bij onderzoeken, want natuurlijk leggen wij hier uit wat Jarh wa Ta'dil is, omdat wij willen dat een persoon uiteindelijk gaat onderzoeken en gebruik maakt van de Jarh wa Ta'dil om een punt te maken. Dit zorgt ervoor dat jouw argument veel sterker is. Een hele grote fout die mensen maken is dat zij alleen, als voorbeeld in een debat of in een discussie, wordt er door de andere persoon aangetoond dat deze persoon onbetrouwbaar is. Dus de jarh wordt alleen aangetoond. Jarh staat namelijk voor dat er over een persoon wordt gepraat in een negatieve vorm. Wat ta'dil betekent weer dat er een positieve vorm wordt gepraat over een persoon. Als voorbeeld wordt er dan bij een overlevering gezegd, er is alleen een jarh over deze persoon. Waar jij dan op antwoordt is, dat is niet genoeg om een onderzoek te doen. Jij moet als persoon de jarh, dus de positieve nieuws over een persoon pakken en de negatieve nieuws. En dan pas kan je een conclusie maken. Zonder een van deze punten ontbreekt je onderzoek. En de eerste stap is dat er eigenlijk een paar vormen zijn van het jarh wa ta'dil. De eerste vorm is dat er natuurlijk jarh is, dat er wordt gezegd dat de persoon onbetrouwbaar is, onvertrouwbaar. De tweede is ta'dil, dat er alleen positief wordt gepraat over een persoon. De derde vorm is dat er totaal niets wordt verteld over een persoon, dus er wordt niet gezegd of hij onvertrouwbaar is en ook niet of hij vertrouwbaar is. Dit wordt ook wel majhul genoemd. Majhul houdt in dat wij eigenlijk niet weten wie deze persoon is. Daarom wordt zijn overlevering ook niet zo serieus genomen als andere overleveringen. En de laatste vorm is een mix. Dus dan kan het voorkomen dat er slecht wordt gepraat over een persoon, een overleveraar in de overleveraarsketting, maar ook goed. Dit is de eerste stap die wij hebben. Bij de majhul heb je twee vormen trouwens. Je hebt de majhul ayn, waarin alleen één persoon overlevert van deze niet vertrouwbare of niet bekende persoon. En dan de majhul hal, daar zijn er meerdere overleveringen van deze persoon die niet bekend is. Daarnaast heb je de tweede stap, het kijken naar oordeel van geleerden. Zo moet je een uitgebreid oordeel doen. Als voorbeeld, er zijn twee manieren waarin geleerden vertellen over een hadith. De eerste vorm is dat er alleen in detail wordt verteld. Een tweede vorm is dat er alleen één woord wordt gegeven. Als voorbeeld, deze overleveraar is zwak. Dit is een korte vorm van uitleg. En dan is er natuurlijk een gedetailleerde vorm. En dat houdt in dat er als voorbeeld wordt gezegd, deze persoon was niet goed in onthouden. Dit houdt in dat de persoon, dat er nu een uitleg is waarom een persoon nou eigenlijk zwak is. En deze wordt wat serieuzer genomen. Dus een uitleg achter waarom iets zwak is, wordt wat serieuzer genomen dan geen uitleg. Maar dit gebeurt niet bij als er ta'dil bij een persoon is. Dus bij ta'dil hoeft er geen uitleg te zijn.
Dus dan heb je dus, zoals we eerder zeiden, de jarh al-mufassar. Dus dat er eigenlijk negatief wordt gepraat. Mufassar houdt in dat er uitleg wordt gegeven. En de ghair mufassar, er wordt niet uitgelegd waarom een persoon eigenlijk zwak is. Alleen dat hij zwak is. Dit is de tweede stap. Dus kijken naar de oordeel van geleerden die al is gegeven. De derde stap is, de jarh al-mufassar gaat voor de ta'dil. Dus het kan best wel voorkomen dat een paar geleerden zeggen dat deze overleveraar betrouwbaar is. Maar er wordt niet verteld waarom betrouwbaar. Maar in de jarh, de negatieve nieuws over een overleveraar, wordt er wel verteld waarom. Als voorbeeld, hij was weer vergeten zoals we eerder zeiden. Hij was een persoon die vergat of een persoon die loog, als voorbeeld. Dan gaat de jarh voor de ta'dil. Dus dan gaat de negatieve nieuws die je hoort over een overleveraar voor de positieve. En dus kan je uiteindelijk bepalen en zeggen dat deze hadith niet meer zo serieus wordt genomen door deze persoon. En de vierde stap is dat er als voorbeeld een geleerde vertelt in het begin van zijn boek. Ik geef maar een voorbeeld van een Soenitische geleerde. Al-Dhahabi heeft een boek, Siyar A'lam al-Nubala. En daar vertelt hij in elke persoon zijn biografie. Stel je nou voor dat hij twee keer over deze persoon praat. In het begin van zijn boek en aan het einde van zijn boek. Dan ga jij niet zeggen dat deze persoon of geleerde, Dhahabi, een fout heeft gemaakt. Maar dan ga je ervan uit dat zijn tweede uitleg de meest correcte is. Dus zijn tweede uitleg is de correcte conclusie. Als voorbeeld, in het begin van het boek zegt Dhahabi dat een persoon sterk is, dat een persoon vertrouwbaar is. Later in het boek zegt hij weer dat de persoon onvertrouwbaar is. Dan neem jij de tweede punt die hij maakt, de tweede uitslag, dat hij onvertrouwbaar is dus. En dan heb je nu nog twee punten. En de vijfde stap is, indien er zeg maar verschil is in mening, dan moet je meningen gaan vergelijken. Dus zoals we eerder zeiden, indien er laatste mening niet duidelijk is, dan ga je meningen vergelijken. Meningen van verschillende geleerden. En de zesde stap, die is wat uitgebreid, want dit gaat over de hadith nu. Dan ga je bepalen wat de gradatie nou wordt van een overlevering binnen de sunnah, binnen de jarh wa ta'dil. De eerste is de sahih. Daar heb je een bepaalde niveaus eronder ook. Maar wij zullen nu zeggen dat de ahadith van de persoon, die zijn natuurlijk sahih. En de basis voor sahih is als voorbeeld de sahaba. Bij de hele sunnah zijn de sahaba, wordt er sahih gezegd over de sahaba. Of afdal, er is een tweede vorm. Als voorbeeld dat een persoon heel erg vertrouwbaar is, als geleerden over hem zeggen dat hij afdal is, beter is. Of thiqa, dat hij vertrouwbaar is. Of hafid, dat hij onthoudt, heel belangrijk. Want bij hafid wordt er dus niet gezegd van hafid van de Koran, maar hafid van hadith. Hij onthoudt orale tradities goed. Of aaien, dat betekent dat hij ook goed onthoudt en een persoon is die veel kennis heeft. Mujawad, imam, zijn bepaalde termen die terugkomen bij een sahih. Dus iets wat sahih is. Bij hasan, een hadith, als je hem wilt indelen bij hasan, dan zul je de volgende opmerkingen door geleerden zien. Als voorbeeld, la ba'sa bihi. Als voorbeeld dat het niet echt zo erg uitmaakt wat hij zegt. En als voorbeeld saduq, zo voor. Als er zulke woorden staan bij een persoon, dan delen we hem in bij een hasan hadith. Wat we eerder zeiden, zijn sahih hadith. De da'if, oftewel de zwakke hadith, bestaan uit twee vormen.
Eerst hebben we gezegd de sahih, de authentieke. Dan de hasan, de goede hadith. En nu hebben we de da'if. Je hebt twee vormen. Je hebt de da'if, da'fan yasir. En de da'if, da'fan shadid. Da'if shadid. De da'fan yasir is dat iets zwak is, maar dat het niet zo echt uitmaakt. Dus op een lichte vorm zwak. En daar wordt als voorbeeld gezegd dat hij gewoon da'if is. Dat de geleerden over hem zeggen hij is da'if. Leen al hadith, dus hij is niet zo goed met hadith. Of hij vertelt wat anders over hadith. Say al hadith, hij vertelt de hadith, zoals eerder gezegd, niet zo goed. Yachta, hij maakt fouten. Majhul, is niet echt zo bekend. En dan heb je de da'if shadid, echt zwak, heel erg zwakke hadith. Daar heb je als voorbeeld dat er wordt gezegd over hem dat hij veel fouten maakt. Dat hij als voorbeeld niet geldt als een getuige. En dan heb je als laatste de kadhab. En dit is de ergste vorm. Een persoon die loog over de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi is de kadhab. Die komt op de laatste vorm, de laagste vorm. Of muwadda, dat hij gewoon dingen plaatst terwijl het niet klopt. Of natuurlijk leugenaar. En nu hebben wij uitgelegd hoe het bij de Ahlus Sunnah eraan toe gaat als wij kijken naar de overleveraarsketting van een hadith, dus de sanad. Wa akhir da'wana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.